De toerismesector moet worden aangepakt en op een hoger niveau worden gebracht, zegt minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme. De bewindsman vindt dat iedereen in de sector zal moeten meewerken om Suriname positief op de kaart te zetten. Veel toerismeactiviteiten worden gearrangeerd vanuit de hotels, de resorten en de luchtvaartmaatschappijen. Nu moeten we het anders aanpakken, meent de minister. Nu moeten we het verhaal Suriname gaan maken. Waar ligt Suriname? Op een aantal beurzen, ik ben zelf niet geweest, maar de voorbereidingen heb ik veel al getroffen, de evaluaties gedaan vanuit de sector waarin ik heb gediend. Merken we dus, ja, de beursbezoeker die vraagt waar ligt Suriname uiteindelijk. Ja, en dat verhaal Suriname ontbreekt. Dus al die zaken moeten we in place hebben, zodat wij Suriname voor elke toerist toegankelijk gaat maken, maar dat hij ook echt weet waar Suriname ligt en wat Suriname te bieden heeft. Suriname is niet alleen de synagoge en de moskee naast elkaar, of de soelas, maar we staan hier, kijk naar onze omgeving. Verschillende bevolkingsgroepen, we praten één taal. We zijn warme mensen en dat durf ik te zeggen als Suriname. Ja toch? Wanneer we klantgerichtheid en onze warmte bij elkaar veel beter gaan samenvoegen, hebben we hier in Suriname een prachtig product. Daar hebben we nog niet over die lekkere chow mein of die bami of die nasi of die roti gehad. Toch? Die bruine bonen, die pom. We hebben veel meer te bieden dan dat we eigenlijk beseffen. En dat moeten we beter en steeds beter gaan maken voor onszelf. Dat de buitenwereld dit ook gaat meenemen, dat wat Suriname te bieden heeft. De bewindsman geeft als nieuwjaarswens mee dat de Surinamers hun gezondheid in acht moeten nemen. Want zonder een goede gezondheid kun je niet verder. Zorg ervoor dat u verder ook investeert in uzelf en dat wij gaan werken voor land en volk. Het is niet alleen aan het ministerie of voor het ministerie weggelegd om die rol te vervullen. Maar wanneer wij als land vooruit moeten komen, is het voor elke Suriname van hieruit dat ik die oproep doe. Laten wij de handen in elkaar slaan. Ongeacht geloof, politieke kleur of etniciteit, we zijn allemaal Surinamers. Laten wij dat vasthouden, want wij gaan dit land moeten opbouwen. En van hieruit verder. Dat was minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme. Hij sprak over een nieuwe aanpak van de toerismesector.